Een hele goede morgen, dames en heren. Ik ben meneer Van Empel en welkom bij een gloednieuwe vlog. Vandaag is een hele speciale dag. Ik heb namelijk een hele belangrijke aankondiging en er gaat behoorlijk wat veranderen op mijn kanaal. Ik heb namelijk een nieuw soort spullen gekocht. Wat ik eigenlijk wil is de kwaliteit van mijn filmpjes veel beter maken. En daarvoor heb ik een greenscreen en studiolampen gekocht. Ik laat het eventjes zien. Het is ook echt heel erg veel. Ik was er een beetje overdonderd doordat het zoveel was. Deze ga ik nou zo meteen eventjes opbouwen, zodat ik alvast wat kan opnemen. Ik heb heel erg lang nagedacht over wat ik precies met mijn vlog aan moet. En of ik meer moet focussen op vloggen over mijn leven of ik meer moet focussen op geschiedenis. Ik heb ervoor besloten om meer te gaan focussen op geschiedenis. En uitleg te gaan geven over dingen die jullie of leerlingen moeten weten. Dat betekent overigens niet dat ik stop met vloggen of zo. Ik blijf vloggen, alleen ik ga dat dus niet meer wekelijks doen op elke donderdag. Als je dus wil weten wanneer er een vlog online komt van mij, dan kun je dus niet meer op donderdag checken, maar dan moet je jezelf abonneren op mijn kanaal of mijn Instagram in de gaten houden of natuurlijk de website. Ik ga nu in ieder geval deze studiolampen en greenscreen opzetten en dan zie ik jullie zo meteen als het klaar is. Ik heb alles opgesteld en ik ben redelijk tevreden erover. Het is ook best wel indrukwekkend en ik had echt niet verwacht dat het er zo heftig zou uitzien. Maar ik zal een stukje doorlopen, dan kun je zien wat ik bedoel. Kijk hier achter me. Ja, dit is dus best wel professioneel spul. Het heeft ook al wat gekost. Ik ga jullie nu een klein beetje beeld laten zien van hoe het is als ik met een greenscreen werk. Ik heb wel gemerkt trouwens dat het geluid van mijn camera in deze setting niet zo heel goed is. Dus ik ga waarschijnlijk nog een nieuwe microfoon kopen. Wat ik ook heb gemerkt is dat verschillende soorten achtergronden een beetje raar kunnen uitzien. Dus ik ben nog een beetje op zoek naar de beste setting, maar dat zal ik in de loop van de tijd zal ik daar steeds beter in worden. Hier nu dus de beelden van mijn greenscreen. Dames en heren, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben meneer Van Empel en ik geef uitleg over geschiedenis, maar ik film ook mijn eigen leven. Vind je geschiedenis dus interessant, dan moet je je zeker abonneren op mijn kanaal. Want dan laat ik je geschiedenis ontdekken op straat en in musea. Maar dat is niet alles. Ik geef ook uitleg over geschiedenisstof van de middelbare school en met name de bovenbouw over de kenmerkende aspecten. Heb je daar dus moeite mee? Abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik je terug. Zoals je kon zien was dat de nieuwe intro voor mijn YouTube kanaal. Daarmee is dan ook meteen duidelijk dat het een heel ander soort setting gaat krijgen. Ik hoop in ieder geval dat dit voor iedereen super leuk is en heel erg nuttig wordt. Als je het hiermee eens bent, als je het leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog. Daar help je me echt ontzettend mee. En uiteraard, ik herhaal het nog een keer, ook al was het net 20 keer voorbij gekomen. Abonneer je op mijn kanaal, dan blijf je altijd up-to-date over mijn nieuwste filmpjes. Niet meer per se mijn vlogs dus. Ik hoop je binnenkort weer te zien. Doei! Oh, trouwens, was een vriend van mij, Bas, die daar als een soort van hertje door de weilanden heen rent. En check dit, vieze naaktslakken daar.